Welkom bij Danum, mijn Magic Shop product update nummer 51, oftewel 51. 51. Vandaag is het 11 november, belangrijke datum, komen we daar straks even op terug. En wij hebben weer een aantal leuke nieuwe dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld 2 euro. Nou, daar heb ik in bijvoorbeeld een mooi houten doosje. Oké, okay. Die past. Er zit een gaatje in het doosje, ik zal hem laten zien hier. Die past er niet in. Ja, je kunt het ook even uit handen geven, eventueel, dat er kijken, veel niks meer is. Als je het bekijkt, zou je ook zeggen dat dit onmogelijk is om open te maken, toch? Mm-hmm. Oké, okay. Maar ik zal de munt signeren. Zou je eventjes wat moois erop zijn? Kruisje. Even beide kanten ook, hè? Smiley. Beide kanten? Ja, dat is beter, want waarom dat zou je zo zien? Nog een keer zoiets geks. Smiley. Kruisje. Graag een kerstboom. Gaat erom die idee. Gaat erom dat. Oké, okay, mooiste is het muntje pak. Met die smileys erop. Ga eventjes onder de tafel en. Ik zal er even laten zien dat de munt nog steeds heb. Voor de mensen die het niet geloven. Het mooiste is als je namelijk. Op hout klopt kun je afkloppen. Maar dit is ook een stuk hout. Dat kan ik ook afkloppen. Maar het mooiste is er zit namelijk een muntje in. Dan kun je niet zo boven kunnen zien. Kun je beter zien. Kijk, ze hebben ook een beetje zien misschien. Je ziet echt de merktekentjes opzetten. De 2 euro zitten echt in. Hoe heb je die ingekregen? Want de doosje is gewoon helemaal dicht. Dat is de dat truc. Is de truc. Dit is Wonderblok. Wonderblok is eigenlijk een puzzel. Maar ook, je kan ook een truc doen. Kijk, nu hebben we het gedaan onder de tafel. Want je moet het onder de dekking doen. Je kan ook onder een doek. Maar je zou ook dit doosje in je zak kunnen hebben zitten. Je leent hem uit. Houdt, laat hem bijvoorbeeld iemand vasthouden onder een doek. Neemt het doosje. Zet het op tafel. Misschien wel ondersteboven. Dat weten de mensen die in de hand is. Trek de doek weg. Woosh, munt weg. En de munt zit in het doosje. Nou, jij kunt hem het trouwens onder de tafel weer uithalen. Als je dat zo kun je hem eruit halen. Ik zal het proberen. Een heel nieuw ding namelijk. Dus we hebben er nog niet heel lang mee gespeeld. We hebben er niet heel lang mee gespeeld. Het is echt je kunt hem eruit halen als je precies weet hoe dat gaat. Kijk, zelfs zonder te kijken. Ja. Tada. Wonderblok kost 39,50 euro. En dat is alleen te doen met 2 euro. Ja. Wonderblok. Dan iets dan anders. Een groot papel papier met Chinese tekens. Bijna zonde zou ik zeggen, maar goed. Ik kan het helemaal stuk scheuren. Zo. Maak er allemaal kleine stukjes van. Ik kan er ook een kleiner pakketje nog van maken als je wil, zoiets. Ik heb dit Hans Klok ooit gezien met een krant. Kan me nog herinneren. En niet? Je had er zo'n krant die kon fixen, zeg maar. Stel voor, je pakt een elastiekje wat eromheen. Oh, oh. Elastiekje hebben we hier ook eentje. Een kleintje. Er liggen hier allemaal spullen op mijn stoel. Een elastiekje. Elastiekje kan daar zo omheen. Zo. Perfect. Nou is het leuke, als je in je vingers knipt, gebeurt er iets ongelooflijks. Want, als je namelijk dat stukje afhaalt en je bouwt dit open, zul je zien dat namelijk het hele pakketje volledig, kijken, hersteld is. Wat pak jij nou weg? Moet er even op omdoen doen of? Veel die. Serieus? Oké. Okay. Oké, dat is het truc maar. Oh, je wil weten wat erop staat. Dit is de Chinees die mij de truc geleerd heeft. Ja, dit is de Chinese Wishing Papers. Dat kun je op verschillende manieren doen. Je krijgt een set voor 10 keer. Want je ziet je verscheurt. Je krijgt een set voor 10 keer de truc te doen. Met uitgebreide instructies. Dit is één van de mogelijkheden met een elastiekje om de truc te doen. Je leert er ook een versie met een changeback, is nog makkelijker. En nog een andere versie, de klassieke versie. Ja, leuke routine. Kun je ook uitbouwen, nu doen we heel snel. De Chinese Wishing Papers kosten 7,50 per set van 10. Heb je interesse in refills, heel veel aantallen, zonder instructies, kan ook. Bel ons even, mail ons even, kunnen we een prijsje maken, want we hebben er een heleboel. Dat zijn de Chinese Wishing Papers. Zou je dit een leuke truc vinden? We hebben ook de Bunny Paper Tier, dacht ik dat ik het goed zeg. Is hetzelfde idee, maar dan met papa en mama konijn. Die scheur je steeds
stuk, dat papiertje hetzelfde. En op het laatst valt er een prop op de grond. En daarop staan allemaal babykonijntjes. Hetzelfde idee, maar dan een ander jasje. Nou, heb ik ook wel meegenomen, René. Laat zien. Ik heb hier wat balletjes meegenomen. Mooie ballen. Mooie ballen. Mooie ballen. 1, 2. Kijk, 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 kijk. Allemaal mooie ballen. En dat zijn? Latex balletjes van Bondly. Dat kun je ook nog mee jong leren eventueel. Oh, bedoeld. Zo. Nou, zeg je latex, maar ze zijn van siliconen. Hetzelfde idee. Maar je hebt, het idee is dat je echt een super goede grip hebt. Het is echt een perfecte, ja. Het plakt niet aan je handen, maar het is wel echt fantastisch qua vasthouden. Nou, dit zijn complete manipulatiesets. Daar houdt in, je krijgt 4 ballen. En iets, 2 extra dingen. Geen idee wat die voor zijn. Ja, die passen toevallig, hebben we ontdekt. Heel toevallig. Op een bal. Wie weet komt dat van pas. Het mooie is nog dat het dan steeds uitziet als 1 bal. En dat je toch eigenlijk 3 delen hebt. Je mag zelf even ontdekken wat je daar aan mee kunt. En die zijn ook heel... een beetje ethisch te houden nog allemaal. Ja, sorry. En die 2 rare dingen waar we niet van weten wat het is. Ja, waar, die zijn ook van hetzelfde materiaal. Ja, die zijn, ook inderdaad voorzien van een laag siliconen. En dat, je ziet hoe goed de grip is, want het blijft daardoor gewoon allemaal zitten. Zelfs met peentje, dus dan nog. Ja, we hebben verschillende kleuren zoals je ziet. Je krijgt samen met deze ballen een link erbij naar een downloadvideo waarop je de basis manipulation moves leert. Dus een basis manipulatieroutine. Ja, vet cool. Dit is professioneel spul. Geen Chinese rommel, professioneel spul van Bondly en de Magiclism Store. En een setje kost €74,95. Dus geen geld voor een echte professionele set. Heel mooi. En je kan natuurlijk de multiplying balls routine ook mee doen. Nou is zelfs nog iets over. Die kun je ook mee doen. En als je 2 sets koopt of 3 kun je color changes doen. Je kan natuurlijk alles. Oké, okay. Professional manipulation balls. Heb jij nog iets leuks? Nog iets moois? Ja, ik heb hier... Grifters. Als ik het goed uitspreek. En dat is een envelop. Met daarin een muntje. En het is een... heeft dezelfde grootte als een halve dollar. Mooie kartelrand. En aan de voorkant staat een doodskop op. En achterop is het volgens mij meer een boom. Met wat... Wel een mooi muntje. En het... Wat ik persoonlijk van die munt vind, die komt ook wat verder naar boven. Ja, het is 3D-achtig, hè? Ja. Je hebt echt wel, het is mooi, het is niet zo plat inderdaad. Het is echt, echt wel mooi gegraveerd, zeg maar. Het zit er echt zeg maar, min of meer op. Ja, en ze laten, er is een link bij. En daar laten ze zien hoe je de munt eventueel soft kunt maken, dat die geen geluid maken. Als je meerdere munten zou gebruiken. Ja, ze zijn al, zeggen ze, al softer gemaakt, zodat ze niet zo veel geluid maken als je ze over elkaar schuift. Er is al aan gewerkt aan deze munten. Maar je kunt ze zelf nog softer maken eventueel. Mm-hmm. Wat je leert op de link zeg maar, die erbij staat is een take finish. En als het goed is heb je hier ook nog eentje. Dan zou je bijvoorbeeld ook deze kunnen doen. Allemaal Dus je leert een aantal routines en je leert basishandelingen met munt. Eigenlijk koop je dus een munt met technieken. Dus als jij beginnend muntgoochelaar bent is dit eigenlijk ideaal. Ja. Dan heb je niet een hele truc, dan zou je 4 setjes moeten kopen. Dan heb je al 4 munten natuurlijk. Maar als je zegt ik wil mijn munten leren goochelen, heb je en een coole munt. En je leert technieken voor de belachelijke prijs van €9,25. €9,25, ja. Is die munt ook gekarteld? Ja, hè? Dacht ik. Begon het om? Ja, dat is mooi. Qua grip, en manipulatie ook mooi. En hij heeft de grootte van een halve dollar. Dus als je gewend bent om te werken met halve dollars, muntje kopen, klaar. Toch? Ja. Grifters. Zeer mooi. De Grifters coin. Leon. René. Ik heb hier, ik zal het zien, helemaal nieuw. Je hebt het ook nog niet gezien. Een envelop met een voorspelling. Ik zal het zien, het is een envelop met een kaart. Die leg ik even hier neer, raak ik verder niet meer aan. En ik heb een aantal kaarten. We hebben een cirkel. We hebben een ster. We hebben een wavy lines, golfje zeg maar. En we hebben een plus en een vierkant. Aan jou de vraag. Je hebt deze truc nog niet gezien. Nee, echt niet. Nee, dat is echt vanmorgen was het doosje binnengekomen. Ik heb deze in Blackpool gezien. Dus ik dacht, weet je wat?
Laten we maar meteen zien. Dat is een nieuw ding. Jij mag zo meteen een symbool kiezen, vrijwillig. Het symbool wat jij kiest, of aanwijst, of wat dan ook, is ook echt jouw keuze. De rest gaat dus weg. Dus niet, wijs een symbool aan, golfjes, oké, dan mag je met je andere hand ook een symbool aanwijzen. Nee, als jij zegt golfjes, is een golfjes een keuze, de rest gaat weg. Oké. Maar jij mag zelf kiezen. Ik dacht, je zit mij te beïnvloeden. Nee, helemaal niet hoor. Ik zou je nooit beïnvloeden richting een kaart. Oké, welke kaart kies jij? Het kruis. Bijna goed, oké. Jij kiest niet de cirkel, niet de ster, niet de golfjes en niet het vierkant. Ben je het mee eens, hè? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat ik het ook recht heb, niet vals kunnen spelen. Jij hebt gekozen. Voor het kruis. Zelf gekozen, voor het kruis. Okay. Ja, de voorspelling ligt al de hele tijd aan de tafel. Ben je het mee eens? Ik heb niet vals gespeeld. Nee, toch? Oké. Wat het leuke is, we leggen die kaart voor jou even op tafel neer. Jij hebt gekozen het? Kruisje. Kruis. En in deze envelop zit één kaart en dat is... Het kruis. Dit is Expectation of ESP Actation van Risky Nanda, uitgebracht door Mark Mason. Ik zag het in Blackpool al, wilde ik hem al van Mark Mason hele stapel kopen, maar die was al, hij zei ik moet alles hier gewoon houden, want het vliegt de deur uit. En hij was binnen no time compleet uitverkocht. Zeer gemakkelijk te doen, super vrije keuze, dus het maakt echt niet uit wat je kiest. We hebben hier niet gekozen, want die heb je natuurlijk echt niet gezien. Nee, je hebt me ook voor niet de perfect way out. Er is een perfect iets, zeg maar. Of een toeschouwer maakt het sowieso niet uit, maar er is een perfecte voorspelling. Die hebben wij nu niet gebruikt. Om dat gewoon te laten zien hoe het in alle eerlijkheid werkt. Ja, we zijn alles erbij. Je krijgt een online instructievideo met alle kaarten en envelopje met voorspelling. Ja? €39. Oh, ik ben net zo, ja. €39. Ik spiek even op ons lijstje, hè? We gaan wel lekker snel. Thumbtippedia. Een dvd'tje. Met van alles en nog wat over. Waar zit een heel is het? Het geheime iets. Wat is dit voor iets? Ja. Plastic buisje. Plastic buisje. Oké. Okay. Maar hierin, of hierop leer je van alles wat je kunt doen met plastic buisje. Vandaag gaan we een aflevering in code taal. Nee, als goochelaars hechten wij aan de code. Dus wij, sommige mensen vinden het misschien overdreven, maar wij proberen toch het een beetje te verbergen. Kijk, lastig omdat hij nu op tafel ligt. Maar ja, maar we willen jullie niet onthouden. En de mensen die dit kennen weten meteen, dit is een hele goede dvd. Echt een hele goede dvd. Veel mensen hebben hem al gekocht. We hebben ook veel reviews gekregen van mensen die zeggen... De routines hierop staan echt zeer gaaf. Er staan er een hele hoop op. Met een dingetje wat erbij hoort. Krijg je erbij. Echt van Vernet. Dat is ook nog een hele goeie. Quanta costa? 32,50. Jij bent Duits. Ja, we hebben Duitse klanten. Heel goed. 32,50. Ja. Met plastic buisje. Met plastic buisje. Ja. Van Vernet. Dus eigenlijk de makers. De eerste makers van... Plastic buisjes. Goeie plastic buisjes. Alright. Dan hebben wij, ik denk een anderhalf week geleden, twee weken geleden, kregen wij een heel cool nieuw item binnen. En dat is de Ultimate Control BT. De ultieme versie, het ultieme hulpmiddel om jouw muziek te sturen tijdens je shows. Nou, wat houdt dat in? Je kan natuurlijk op je telefoon muziek zetten. Je kan op je mp3-speler muziek zetten. Op een cd, minidisc. Maar met dit systeem, ik ga het je even laten zien, ik pak even een tablet erbij hier, ik heb een andere tablet liggen. Die is wat groter om te laten zien. Ik open even dit. Even kijken, doe het zo. Dan leg ik hem ondersteboven neer. Dit is de Ultimate Control app. Nou, je krijgt erbij een afstandsbediening. Ik zet die even aan. Hier is remote, tik ik op voor het idee. Hij vraagt om te koppelen met de remote. En als het hier groen wordt, dan werkt mijn remote. Je hebt afspeellijsten. Ik heb er hier een aantal ingezet. Ik noem bijvoorbeeld Magic René. Nou, hier staan de nummers die hierin staan. En die nummers die kun je gewoon afspelen. Dat kan met deze afstandsbediening die 3D knoppen heeft. Dus in je zak voel je die knoppen zitten. Als ik erop zou drukken. Ik zou iets harder zetten, dan kun je het horen. Dan krijg je waarschijnlijk een bekend nummer. Ja, je kunt natuurlijk switchen. Naar andere nummers.
Oké, dan doen we dat. Je kan het ook op pauze zetten als je wil. Je kan het stoppen. Dat kan met elk ding. Maar, stel voor, je gebruikt dit liedje. Klaar mee lopen. Om een toeschouwer uit het publiek te halen. Soms zit een toeschouwer voor in de zaal. Soms achter in de zaal. Die toeschouwer komt naar boven. Jij weet niet wanneer je muziek moet stoppen normaal. Of je moet naar je cd-speler lopen. Nou, hiermee kun je ook faden. Dat houdt in. Stel, de toeschouwer komt nu de trap op. Je drukt op dit knopje. De toeschouwer is er. En je hoort dat de muziek langzaam wegloopt. Nou, officieel gaat hij nu over naar het volgende nummer. Nu ook het nummer van Seal komt er niet aan. Die gaat verder naar het volgende nummer. Maar je kunt ook in de opties zetten, in je afspeellijst zetten, dat een nummer op pauze gezet moet worden. En dat gaat dan vanzelf. Dat ga ik zo meteen even laten zien. Dus je kunt nummers pauzeren en aanzetten. Je kunt nummers laten wegfaden. Maar je kunt ook nummers laten crossfaden. Wat is crossfaden? Het ene nummer gaat weg, een ander nummer komt op. Dus als ik hem op play zet, ik weet niet of het te horen is. De Seal. En we gaan hem over laten lopen in Dance Little Sister. Nou, als ik deze knop even ingedrukt houd, komt er hier ook een... ik zal het even duidelijker maken. Dus je kunt namelijk een dingetje aanzetten dat op het scherm duidelijk te zien is wat er gebeurt. Het is een andere app die een melding geeft. Dat even zo doen, kun je het nog duidelijker zien. Kijk. Komt het op grotere beeld. Dit nummer speelt nu Crazy en Dance Little Sister, niet harder gepraat hier, is het volgende nummer. Op het moment dat ik ga crossfaden, gebeurt dit. Let op. Eén nummer loopt zacht weg, deze gaat gewoon verder. Naadloos, op elk moment dat jij wil. Nou, dat is natuurlijk super. Nou, je kunt ook weer poseren. Je kunt ook volume regelen met de afstandsbediening uiteraard. Kijk, je ziet ook wat er gebeurt op het scherm. Als je het één keer drukt, gaat hij meteen een hele stap omlaag of omhoog. Hou je hem ingedrukt, dan gaat het in principe langzaam aan. Dus die kun je ook allemaal kiezen. Even terug naar de afspeellijsten. Ik zal even op, even stop. Gaan we naar de afspeellijsten. Even kantelen. Met even allemaal ons erboven doen. Zo. Zetten we dit even uit. Fade heb je ook nog een knop voor. Daarmee kun je instellen of je wil, als je op de knop fade drukt, dat de muziek snel weggaat. Of lang duurt. Dat kun je ook instellen allemaal. En je hebt nog wat andere opties ook. Ik ga even naar de afspeellijst. Dat zit hierboven. Tik. Nou, ik pak hier even een afspeellijst. Een Magic Renaissance design. Die hou ik lang ingedrukt. Dat betekent dat ik hem kan editen, deleten, dupliceren of cancel. Nou, ik wil hem editen. Dit zijn mijn nummers hierin staan. En je ziet hier allemaal playticketjes staan. Nou, playticketjes betekent dat een nummer, na afloop van het nummer, dat dit gebeurt. Dat is vaag. Dus, ik zie hier bijvoorbeeld Crazy staan. Als het nummer afgelopen is, en dan staat een playtekentje bij, gaat hij daarna naadloos over in Dance Little Sister. Hij houdt ook de pauzes weg. Zou ik dit doen, dan stopt hij na Crazy automatisch. Dan springt hij op pauze voor het volgende nummer. Dus als jij net, als iemand uit het publiek komt, en je laat hem wegveden, je zou Crazy laten wegveden, gaat hij daarna niet automatisch verder naar Dance Little Sister, want hij blijft hangen op pauze. Zou je dus dan het signaal play geven, begint hij met het volgende nummer. Dat is heel cool. Even een vraag. Ja. Zou je hem nou nog een keer in laten kunnen komen dat je bijvoorbeeld nog een assistente nodig hebt? Nou, wat je kunt doen is dit. Kijk, stel dat je zegt dat het nummer Crazy de hele show zou gebruiken. Ik noem het geks. Dan kun je zeggen, Crazy, kun je hier kiezen. En dan zeg je, duplicate. En dan, als het goed is, staat hier nog een keer Crazy. Dan kun je zeggen, kun je Crazy, kun je bijvoorbeeld ook... even kijken, moet ik nog goed slepen. Ja, dat komt niet. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, ik zet... Nou, dit nummer weer Crazy. Dus dan kun je eigenlijk telkens hetzelfde nummer gebruiken. Je kunt ook per nummer, je kan hier zien, je kunt custom volume, dus je kunt per nummer aangeven hoe hard of zacht het moet klinken. Je kan het dupliceren. Time delay, dus je kunt zeggen, ik wil een time delay van 10 seconden bij dit nummer. Dus als ik op de knop druk, want ik moet mijn buikspreekpop pakken of wat dan ook, moet er 10 seconden tussen zitten voordat de muziek begint. Dat kun je ook allemaal instellen. Ja, en je kunt dus ook afspeellijsten dupliceren. Wat ik zou doen, ik heb het zelf niet gebruikt, maar wat ik zou doen is de nummers, de namen van de nummers wijzigen in de naam van je truc. Dus, konijn uit Kiss, bowlingbalproductie. En dan kun je gewoon, als je dat eenmaal gemaakt hebt, heb je gewoon een complete act, zeg maar, erop staan. En als je dan die hele lijst dupliceert, kun je hem gewoon heel simpel aanpakken door te slepen. Dingen op een plek te zetten. Nou, dat is fantastisch. Nou, je kunt ongelimiteerd aantal afspeellijsten aanmaken. Je kunt ongelimiteerd aantal nummers invoegen. En wat ik je heb laten zien zijn in principe alle basisfuncties. Het werkt met Bluetooth, dus ja, dit kan
gewoon op dit moment een eigen Samsung tablet. Wat je erbij krijgt normaal is een speciale Ultimate Control tablet. Dat is deze, zeg maar. Dus de Ultimate Control tablet. Die heb ik nu even niet gebruikt omdat die kleiner is. Maar ik zal het op zetten. Kijk, de accu is leeg. Nou, dat is niet heel handig. Dan krijg je een mooi hoesje bij. Dat is dat je hem niet in het donker kwijtraakt. Want als je de hoes erop sowieso helpt het tegen het stuiteren. Dat het niet het ding beschadigt, zeg maar. Als je het eromheen doet, dan zie je hem in het donker bij het opruimen altijd liggen. En blijft hij niet achter op de laatste plek waar jij een show hebt gegeven. Dus dat is sowieso super handig. Je krijgt een oplader erbij. Je krijgt toegang tot een heleboel instructievideo's. Hoe werkt mijn afstandsbediening? Hoe maak ik afspeellijsten? Dus dit is zeg maar wat hier ligt. Deze set is je Ultimate Control BT. Nou, ik zet hem niet uit hier. Hier mijn app zo meteen ook uit. Deze set kost bij elkaar €475. Je koppelt overigens dit dingetje met een kabeltje gewoon aan je versterker. Optioneel. Hebben wij ook nog een kastje, een Bluetooth transmitter. Die kun je op je versterker aansluiten. En dan hoef je geen kabel te leggen. En dan koppel je dit ding met je transmitter. En een afstandsbediening met je tablet. En dan kun je je tablet voor je op de grond leggen. Zou je dan die screen option aanzetten. Dus dat je met grote letters ziet welk nummer speelt. Zie je dat gewoon voor je liggen. Of op je tafel of wat dan ook. Hoef je niet een kabel te hebben lopen. Dus een zeer gaaf ding. Ik ben er snel bij, maar we proberen ze vooruit te houden, maar ze gaan snel. En wat kost je Bluetooth transmitter? Bluetooth transmitter uit mijn hoofd dacht ik, rond de €20. Maar dan kun je op de site zien, kun je hem als extra optie meebestellen. Duidelijk toch, dacht ik? Oké. Dat was dat. Dan hebben we nog, ik zet even die andere tablet uit, wat die rare geluiden maken. Nog één ding. Top It 180. Heb je ooit een toppetje gewerkt? Ja. Oké. Okay. Meer gespeeld heel veel. Niet echt meer opgetreden, maar... Waar gebruik jij hem voor? Ik deed bijvoorbeeld een one spin finishing. Voor de cups en balls en dan kon ik het eind nog laten verdwijnen helemaal. Oké, dus de bal laten verdwijnen. Ja, of dingen verwisselen. Oké. Okay. Ik gebruik hem ook. Niet deze, maar ik heb een andere toppet, maar die deed hetzelfde. Ik doe het invisible deck. En ik produceer het uit het niks, nadat een kaart is gekozen. Dan kaart hij terug in het doosje en het deck verdwijnt ook weer in het niks. Dus het begint onzichtbaar en eindigt onzichtbaar. Maar goed, het is maar een mogelijkheid. Ik vind het super toppet sowieso als je mee gaat oefenen. Super. Wat is het bijzonder aan deze toppet? Normaal heb je een toppet, gooi je voorwerpen in. Laat ik het zo zeggen, je kunt voorwerpen laten verdwijnen en die komen in de toppet, het geheime hulpmiddel. En dan, afhankelijk van het type, kun je bijvoorbeeld uit je zak halen of waar dan ook, kun je ze vandaan halen. Maar je moet altijd met je hand in je zak gaan. Deze heeft een optie waarbij je ze op een andere plek vandaan kunt stelen. Maar op dezelfde plek kun je ook voorwerpen droppen. Dus als we aan de plaats zijn, dan kun je ook, weet ik veel, een bal laten veranderen in een doek. En vervolgens die bal droppen in je toppet, zonder dat je dat via de reguliere weg doet. Deze toppet hoef je niet met een naaimachine in je jas te maken. Het is een snelle bevestiging, dat is ook mooi. Dus dat betekent dat je hem ook kunt overzetten naar een ander jasje. Compleet met online video instructies van David Penn, World Magic Shop. En het hele dingetje kost €69,50. Maar deze kun je eventueel ook in je jasje laten naaien. Ja, je kan hem ook permanenter laten maken. Ik heb zelf ook permanenter zitten. Ik vind het beter. Toch? Maar ja, als jij zegt ik heb dan een rood jasje en een blauw jasje. Mm-hmm. Dan zouden wij natuurlijk zeggen ik koop twee tophits. Maar even één vraag, wat krijg je? Krijg je één tophit? Je krijgt één tophit. Oké, okay, en dat zie je... rechterhand, voor gebruik met de rechterhand. Oké. Okay. Dat heeft ermee te maken namelijk met de bevestiging welke versie dat je krijgt. Hebben we dit eventueel ook voor de linkerhanden? Hebben we nu niet op voorraad, maar mochten mensen zijn die dat willen hebben, geen probleem. Hebben we supersnel hier als dat moet zijn. Geen enkel probleem. Dat was dat. Dan hebben wij nog 19 november de lezing van Luca Volpe, Mentalisme. Ben er snel bij, want het is een zeer interessante lezing over mentalisme. Dat wil zeggen, mentalisme lezingen zijn sowieso over het algemeen goed bezocht. Is op zaterdagmiddag om 4 uur, dus de winkel is open officieel tot 4 uur. Dan is de lezing ook hier in de winkel. Dus als je erbij wil zijn, reserveer een kaartje. Wat zei je ook weer? Wat voor dag is het vandaag? Vandaag is het volgens mij de 11e van de 11e. Weten jullie wat dat betekent, de 11 van de 11 hier in Nederland? In Nederland. Ja, Nederland ook, maar ook in Limburg en in Brabant. Dat is het begin
Carnaval! Carnaval! Hey. Carnaval, want carnaval is namelijk hartstikke leuk hier. En wij beginnen hier vanavond in het dorp, wordt traditioneel ingeschoten met een kanon. Kanonschoten. En dan, ik weet niet hoe laat het gaat worden. Maar waarschijnlijk niet vroeg. Jullie horen vrolijk misschien op de achtergrond ook. Wat er gebeurd is, een aantal dames hebben mij ook gevraagd, wil jij mee een carnavalsnummer zingen? Ik zeg, nou, het zingen proberen. Dat hebben we ook gedaan. Tot onze grote verbazing hebben we ermee ook gewonnen. Hier in het dorp, in onze lokale wedstrijd. Liedjesavond noemen ze dat. Hebben we ook mee gewonnen. Het nummer, als je daar interesse hebt om dat te luisteren, dat mag. Ik zet de link, download link onderaan het filmpje. Maar ik kan jullie niet laten horen in de video. Waarom? Het liedje is nog geheim. Het is gemixt in de studio. En vanavond, de 11 van 11, is de officiële presentatie. En voor die tijd mag niemand horen. Dus als ik het nu monteer onder dit filmpje, wat er nu op 5 al lang gaat, het risico ga ik niet nemen. Je hoort nu wel de achtergrond en dan zonder enig zanggeluid. Mocht je interesse hebben, download het hieronder. Of kom een keer langs in de winkel en dan zingt hij live. Afgemaakt. Kan. Nou, ja, dames en heren, dat wordt het niet goed zijn. Misschien voor een volgende update. Ik zou zeggen, tot de volgende. Tot de volgende. Wij gaan straks een biertje pakken. De groeten. Hoi hoi.